Ben ik nou zojuist getrold door EA? Als dat zo is, hè? Ik eet mijn microfoon op. Oké, dat is geen goed begin. Het spookt hier een beetje, jongens. Hoe de fuck? Er staat gewoon een spook in Pingy, een spook in Devony, in Dawn, in Renske. En gewoon in iedereen staat er een spook. We hebben te veel spoken, ouwe. Het spookt hier echt serieus. In ieder geval, welkom terug bij The Sims. Mijn naam is Don. Aangenaam kennis te maken, mocht je me nog niet kennen. We gaan vandaag even leuke avontuurtjes beleven. Maar we gaan onze Sims ook op instinct laten werken. Heel veel spookjes die namen even de benen. Of in ieder geval het gebrek aan benen. Vandaag gaan wij niet mensen vermoorden. Wat eigenlijk gewoon wel de orde van de dag was. Jongens, ga eens iets doen. Gaan ze nou serieus gewoon stil? Ze gaan eindelijk iets doen, hè? Dat duurde ook even. Oké, twee weigeren nog steeds iets te doen. Fuck it, dan doe ik het wel voor jullie. Oh god. Vandaag gaan wij geen mensen doden. Wat gaan we dan doen? We gaan van ieder geval voor Pingu gaan we proberen een promotietje te behalen. Want die kan gewoon met een dagtaak van 2 van de 3. Dus juist de diagnose 2 van de 3. Ja, goede vingers. Dan kan ze zeg maar niet de promotie behalen. Dus die dagtaak moeten we sowieso eventjes doen. Don, die moet over een uurtje alweer aan het werk. Maar die heeft de hack of virussen niet gedaan. Nou ja, dat zal uiteindelijk wel goed komen. Whatever. We gaan Pingu gewoon even lekker laten koken. Want dat is haar specialiteit natuurlijk. En Def, die laten wij gewoon weer een scheidlading aan schilderijtjes maken. Zodat we dus uiteindelijk weer een scheidlading met geld hebben. Zodat uiteindelijk de postbode straks komt. En die dus uiteindelijk weer 7000 ekkies aan rekeningen kan neerleggen. Maar moet je eens kijken. We gaan de gang in. Eerlijk, het is echt een angstaanjagende gang als je er zo doorheen gaat. En dan kom je een tikkeltje verder. En dan heb je uiteindelijk hier gewoon de schil. For fuck's sake, je breekt mijn momentum. Oké, fuck. Waar waren we ook alweer? Oh ja, hier. Dan ben je uiteindelijk hier zo bezig en dan kijk je opeens aan de linkerkant. En dan zie je opeens dat de camera het opgeeft. De schilderijtjes van de... For fuck's sake, camera! En dan zie je... En dan zie je... Ik... Fuck, muur. Kom op, blijf eens even staan. En dan zie je gewoon de schilderijtjes van de personen... zijn gewoon eigenlijk niet meer terug te herkennen als ik er zo nog eens naar terugkijk. Hier, dat is toch niet te zien? Dat is gewoon echt een gele en rode vlek. En dit is gewoon, ik weet niet, een schaduw in het water of zo. Maar deze is wel duidelijk. Dat was een mooi fotootje. Don die gaat in ieder geval werken. Nou, die zetten we natuurlijk op keihard werken. Want wij zijn de keiharde werkfamilie. Uiteindelijk om uiteindelijk die promoties te behalen. Zeg nog een keer uiteindelijk in uiteindelijk één zin. En dan heb je uiteindelijk heel vaak uiteindelijk in één zin. Als dat dan niet uiteindelijk een van de meest verwarrende zinnen was, dan weet ik het uiteindelijk ook niet meer. Jij bent bedorven voedsel. In keel gaat aan het werken. Niet doen. Nee, wacht. Stop ermee. In één keer. 71 ekkies. Bam, jongen. En dan staat hier ook gewoon echt letterlijk. Best lekker. Dat was een best lekker gerecht. What is mis? Van Renske moeten we daarentegen nog de inzichtvaardigheid naar niveau 6 zien te brengen. Maar... volgens mij heb jij trek en moet jij straks naar bedje toe. En dan uiteindelijk moet je werken. Bla 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 bla. Het gaat allemaal kut. Pingu, zou jij niet een gerecht klaarmaken? Waar de fuck is het gerecht? Oh my god, dit meen je niet. Serieus, Def, ben je ook klaar met dat schilderij? Oh shit, ouwe. Oké, verkopen, maak er nog eentje. Daarna mag je lekker een bordje naar binnen werken. Maar nu, het is even nog werktijd. Ook al is het gewoon 4:30 ochtends, het is gewoon nog even werktijd. You know what I'm saying? Of we kunnen gewoon een vet smerige opmerking maken die echt alle mannelijke mannen zeggen. You can sleep when you're dead. Maar dat gaan we niet zeggen, want dat is een beetje een gruwelijke opmerking. En iedereen heeft toch wel eigenlijk 8 uurtjes slaap nodig op een dag. Dus, hey. Tenminste, daar zijn ook weer theorieën over. Sommige mensen zeggen dat volwassenen echt 6 uur of 7 uur nodig hebben. En kinderen echt 8 tot 9. I don't know. Ik heb niet speciaal onderzoek naar gedaan. Er werd gewoon in het algemeen aangeraden. 8 uur slaap op een dag. 30 minuten beweging op een dag. Ik zit gewoon niet aan beide van die termen. Omdat ik gewoon veel te veel werk. Godverdomme. Oh god, nee. Staat het nou alweer vast? Ik heb zo'n hekel aan als deze beur. Die beur komt ook gewoon letterlijk uit het niks. Dan is het gewoon letterlijk... Ja, oké, je zit er voor vast te houden. En fucking deal with it, maar... En gelukkig weet ik wel hoe ik ermee moet dealen. Maar het is echt kloten. En zeker als we dan de volgende beur krijgen. Als dan zeg maar het laadscherm vaststaat. Oh man, dan gil ik hem uit. Oké, die beur hebben we niet. Maar we hebben nu wel rekeningen van 6000 ekkies. Told you so. Oké, we gaan nu weer terug naar huis.
Lord Gaben, laat gewoon alsjeblieft het laadscherm niet vaststaan, want anders... Ja, ik heb net al een of anders gezegd. Hij staat niet vast hoor, dat is heel mooi. Maar gewoon echt alle opdrachten die ik zojuist heb... Oh, je bent nog wel aan het roereieren. Oetsel. Wat nou, Oetsel? Nee, ga er gewoon... Ga er mee door. Ga er mee door. Oh, Def, ja, jij was bezig met het schilderij. Pinky moet zo direct naar het werk. Is eventjes een spelletje aan het spelen. Dikke prima. Wat is dit? Lekker slollig? Ik bedoel, ik weet dat er inderdaad een update was geweest. Maar oké, we gaan eens op lekkers drukken. Maar er staat zo'n kalendertje bij. What do you mean? Ga je dan zeg maar iets lekkers plannen of zo? Dat je dan uiteindelijk met je zus kan doen? Of wat is de bedoeling? De pingiedienst, of de pingiedienst. De ziekenhuisdienst van Pingy begint. Ja, shit. Maar ik wilde... Fuck. We gaan zo direct kijken wat het betekent. Altijd die gekke updatejes waar ik niet zozeer van op de hoogte ben. Eens even kijken. We moeten monster afnemen, algemene gezondheid bespreken en onderzoek doen om een diagnose te stellen. Wie hebben wij hier? Saar Kuipers. Jij bent mijn eerste patiëntje. We gaan gewoon eerst even de algemene gezondheid bespreken. Vanuit daar kijken we verder. Lalalala, algemene gezondheid. Hoe is het nu? Oren van patiënt checken. Kijk, dit is een smerig dingetje wat ik doe. Zeg maar, al laat ik zeg maar Pingu met haar praten. Zeg maar koorts meten. Oké, dan klikken we bijvoorbeeld koorts meten aan. Zet ik hem op snelheid 3. Maar zodra die klaar is, zet ik hem gelijk op pauze. Zodat hij dus wisselt van opdracht. En dat kan hij dus in de pauze doen. Zodat je niet uiteindelijk alsnog iets van een kwartier in-game tijd aan het verspillen bent. Door uiteindelijk gewoon te wachten totdat de opdracht in beeld komt. En zo bespaar je dus tijd en dan heb je dus uiteindelijk maximale tijdsefficiëntie ding. Denk ik. Oké, we moeten de oogjes testen en daarna moeten we een monstertje afnemen. Dat monstertje moeten we hoogstwaarschijnlijk... Huisbezoek! Huisbezoek! Fuck you, man! Ik ga op huisbezoek! Dikke vinger naar de persoon waarmee we al bezig waren. Reis naar de andere kavel. Ja hoor. Echt het moment wanneer je gewoon realiseert dat je te lang de Sims hebt gespeeld, is dat je het laadschermdeuntje gewoon helemaal uit je hoofd kent. Hallo, dokter in de house, wie hebben we hier? Zest Johnny. Wie is de ziek dan? Oh, wat? Hier zijn de zieke mensen. En het zijn er ook gewoon echt fucking 3. Oh mijn god, oké. Okay. Ren, ja. Oké, okay, patiënt onderzoeken. De andere gaan we ook gelijk onderzoeken. De laatste, die moeten we ook... die staat daar. Die komt wel naar binnen toe. Fuck die persoon eventjes. Lekker onderzoeken. We zijn jullie allemaal mee bezig. Medicijn geven. Medicijn geven. En de laatste moeten we dan ook... Waar is de laatste? Oké, okay, die komt nu naar binnen. Onderzoeken. Hello. Is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your mind. Geef dat medicijntje. En dan gaan we weer naar huis. Hoera, hoera. Je hebt alle patiënten geholpen en behandeld. Schouderklopjes. Je hebt het geweldig gedaan. Nu is het tijd om weer aan het werk te gaan. Er zijn nog meer patiënten die behandeld moeten worden. Klik op jouw sim om selecteer terug naar ziekenhuis om weer aan het werk te gaan. Shit, de tijd ging door. Terug naar ziekenhuis. Let's go. Oké, met wie waren we ook weer bezig? Die patiënt zijn we hoogstwaarschijnlijk kwijt. Shit, Hester van Bommel, Marco, Isabel, nee, patiëntje is weg. Treurig! Wat? Dubieuze examenresultaten. Pingy is volledig in de war door de medische gegevens en heeft misschien een bijspijkercursus hoe je geen slechte dokter wordt nodig. Oh shit, dude. Dat is gewoon echt een diss voor jezelf. Oké, we hebben overtuigende diagnose en we hebben 4 fucking opties. Are you kidding me, senor? Kan even Lana van der Wal gewoon even optieven? Ik ben bezig met een patiënt, ja. Ik moet dit doen, want oh, mijn werkdag is over een uur afgelopen. En mijn karakter is moe, heeft geen plezier, moet naar de wc, heeft honger. God, fucking Lana, ouwe. Opbokken. Dit is gewoon echt een uitmuntende situatie voor... Oh god. Fuck it, ik zeg gewoon dat hij geen ziekte heeft. Hij heeft geen ziekte. Yo, oprotten. Je hebt geen ziekte. Waarom kan je dat hier niet zeggen? Oh mijn god, ik moet hem terug naar zijn bed brengen. Anders is het gewoon niet mogelijk. Dat is zo retarded. Ah man, nu is het me alsnog niet gelukt. Zo, dit is een beeld wat we niet vaak zien. De hele familie zit weer eens aan tafel. Nou joh, wat een gezelschap. Sportoutfit, slaapoutfit, gewone outfit en doktersoutfit. Met een sip lippie.
Pingy is altijd sip, jongen. Waarom is dat? Why you do this? Is it because you are very uncomfortable with the sleep and the blaas and the meuk? Wat? Vaardigheid maximaal? Daphne heeft de vaardigheid koken volledig onder de knie. Daphne heeft het recept voor gegrilde kip en tonijn overschotel geleerd. Nou joh, dat is toch een vreugde op zichzelf hoor. Daphne kan blijkbaar heel erg goed koken. Kom op Renske, je moet over een uur naar het werk. Maar letterlijk het enige wat we nog voor jou nodig hebben voor zeg maar promotie is 6 van de 6 inzichtvaardigheid. En het balkje is bijna vol. En van Pingy ook, maar Pingy heeft het niet zozeer nodig. Maar Renske wel, dus Renske moet het gewoon eventjes knallen. Gewoon voordat je naar werk gaat, fuck it. En eigenlijk mag je ook niet te laat komen op werk. Dat is ook weer een struggle op zichzelf. Oké, inzichtvaardigheid behaald. Let's go to work. Snel, 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 snel. Straks belt de boze baas op en dan zegt hij, wil je opnemen? Oké, geen andere optie. Vaak genoeg meegemaakt. Er begint hier iets te rommelen. Def, kun jij de vaatwasser even repareren? Het is een beetje naar hier. Echt, fucking schokken komen vanaf en je staat in een plasje water. Dit is echt niet goed, ouwe. Op die manier wil je gewoon geëlektrocuteerd worden. Maar uiteindelijk, je wordt gewoon niet geëlektrocuteerd. Maakt niet uit of je samen geknepen billen had of wat dan ook van de spanning. Het was niet nodig. Verzoek van de assistent. De assistent van Renske wil een dag vrijnemen voor wat familiezaken. Maar er is nog veel werk te doen. Moet ze de assistent vrijgeven of hem naar kantoor laten komen? Fuck it. Dagje vrijnemen. We zijn ook weer niet de ergste. De assistent zeer dankbaar werkt de volgende paar dagen extra hard. Prestatie groeit klein. Micromanagement? Yeah, baby. Oké, wie zullen we eens uitnodigen om te bellen? Fucking Pingu, jij kent echt niemand. Oké. Het is gewoon tijd. Fuck it, het is tijd dat Pingu de stad in gaat. Pingu, heb jij tijd? Oh god, ja. Dit wordt een vrouwendate. 1 uur 's middags naar de club gaan. Of we kunnen ook naar het museum. 1 uur 's middags naar de club gaan. Ja, dat is gewoon een veel beter plan. Pingy, jij gaat mee. Walk to the club, like what up? Ik heb een vriend nodig. Hey, wie is dit? Oké, dat is Frans. Oké, hey, wie is dit? Fleur de Wit. Oké, wie is dit? Dina Heethart. Is er nog iemand boven? Scheiss. Oh ja, hier. Kalender lollig. Of iets in die geest lollig. Oké, lekkers en lollig. Wat deed je? Of was dat gewoon een smack in het gezicht of zo? Het is een snoepje. Ze geeft gewoon een snoepje. En het snoepje? Die smaakt fucking goed. Doe nog eens dat lollig. Dat is een kijkvogel. Wat hebben we hier? Griezeltijd grollen? Griezelige snoepuitdeler? Wat is dit? Heeft dat met Halloween te maken? Halloween is toch helemaal niet om de hoek of zo? Wat is deze? Hey, Pingy, pas je wel op met die Frans, want die Frans is een gladjakker, hoor. Die is zo glibberig als een aaltje. Die glijdt er zo allemaal tussendoor. Oh, ja, dacht ik. Oh, er komt een vent naar binnen, maar is het Melvin. Oh, god. Melvin heeft wel die dansmoves, hoor. Kijk hem gaan dan. Wilde man. Dat is een uitdaging aan Melvin. Mocht hij dit zien, kan je ook zo dansen. Laat het dan zien in de video en like zodat Melvin dit ziet. Opmerkingen we door gewoon YouTube. Gepromoveerd tot hedgefondsmanager. We hebben een Executron bureaupennen set. Nieuwe kleding, nep-investering tips. Alright. Hey, kinders, gaan jullie maar weer terug naar huis toe. De nachtclub was toch niet zo nachtelijk als we hadden verwacht. Goh, want het is ook gewoon nog letterlijk 4 uur 's middags. Maakt niet uit, we gaan weer terug naar huis. Het sociaal balkje is weer gevuld. We zijn weer teruggekeerd naar huis. Maar ik wil eigenlijk gewoon Renske. Die kreeg waarschijnlijk nieuwe kleding. Maar we hebben ook een pennenset gekregen. Eerst hebben we de pennenset checken. Hier, geconcentreerde sfeer. Fucking, dat ding levert ook gewoon nog 1100 op. Dat is belachelijk. Die zetten we gewoon even hier neer. Sure, het is geconcentreerde sfeer. Zet hem maar bij. En dan moeten we ook even een spiegeltje pakken. Spiegeltje, spiegeltje. Sorry. En dan gaan we even dat uiterlijk veranderen van Renske. Even kijken wat voor nieuwe outfit ze allemaal heeft gekregen. Ze is die businessvrouw, hè? Fabernet Lovo. Fabernet Lovo, indeed. Oké, wat hebben wij allemaal voor nieuws? Oké, dit zijn lelijk shirts. Deze is op zich best geinig, maar vind ik niet bij Renske passen. Dit? Nee. 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 Nou, deze wordt het al helemaal niet. Nope. Nee. Ik ben ook totaal niet van de vrouwenmode. Dus waarschijnlijk zeg ik ook gewoon echt op alles. Nee.
Ik weet ook gewoon niet exact wat er nieuw is, maar zodra er een sterretje bij staat, dan is het waarschijnlijk nieuw. Oh god, nee. Oké, zeg hallo tegen de nieuwe Renske. Hetzelfde shirtje, andere kleur, andere broek, andere schoenen, etc. Maar, ik wilde zeggen, het formele outfitje gaan we aanpassen, maar die is al dikke prima. Fuck it, we zijn hier veel te lang mee bezig, man. Echt, je kan, zeg maar, over het ontwerp van een poppetje kan je super lang doen. En je kan het ook gewoon met 3 klikjes doen, hè. Oh god, je moet nu charisma niveau 6 hebben en inzicht vaardigheid niveau 8. The struggles are real. Ze gaan beginnen, de struggles. Lasterpraat? Nou ja, zeg. Wie is die geniaal 42 nou helemaal? Een troll op het favoriete forum van Don heeft geen goed woord over zijn hackvaardigheden. Het is natuurlijk een eitje om die lasteraar op zijn nummer te zetten door zijn account te hacken. Maar het heeft zo zijn risico om de troll te dwarsbomen. Yo, what the fuck? De account van de troll hacken of verboden de trollen te voeren? Jesus Christ, je hebt hier met het meestertje van het internet te maken, hè? Verboden de trollen te voeden. Fuck de trolls. Wat? Ai, op het forum wordt de stilte van Don voor lafheid aangezien. Dan gaat zijn reputatie. Op het internet is zwijgen blijkbaar niet goud. Prestatiedaling klein. Yo, are you kidding me? Sims, jullie hebben echt gewoon geen verstand van trolls, ouwe. Dit is bullshit. Waarom zou je op een troll ingaan? Dan gaat het juist tegen je werken, want een troll die wordt niet als serieus gezien. God. Oh my god. EA, ouwe. Ben ik nou zojuist getrolld door EA? Als dat zo is, hè. Ik eet mijn microfoon op. Oké, dat is geen goed begin. Oké, we gaan met Pinky nu wel mee naar de ziekenhuisdienst. We gaan volledig focussen op die ene dagtaak. Beter doen we dit goed, ouwe. We hebben echt letterlijk nog maar 2 opdrachtjes die we elke keer krijgen. Oh nee, wie komt er nou weer de kamer binnenlopen? En je gaat ook gelijk... Jack Mol, heb je serieus niks anders te doen met je leven? Dit is op de werkvloer. Dit is in een ziekenhuis. Dit is een professioneel werkgebied. En jij komt hier gewoon even met je grijze harsjes, kom je gewoon even aanzetten van... Ik ben lekker grijs en jij lekker niet. Yo, Jack, fuck off, ouwe. Als je zo doorgaat in de volgende aflevering, ik weet je te vinden, hè. Ik heb hele mooie zwembadjes waar je gebruik van kan maken. Voor oneindige perioden. Totdat je sterft. Hashtag snap de hint. Huisbezoek. Oké. Dikke vinger. De vorige keer dat we huisbezoek deden duurde het allemaal veel te lang. Gegarandeerde diagnose. Sterrenoogjes. Oh yes. Dagtaak compleet. Dagtaak compleet. Dagtaak. Dagtaak compleet. Dat duurde ook gewoon echt een fucking eeuwigheid voordat we dat voor elkaar hadden. Jesus. Oh god, dan moeten we er natuurlijk ook nog het medicijn geven. Ja, dat is ook wel handig. Yes! Gepromoveerd tot dokter streepje huisarts. Nieuwe kleding, gezondheidszetel. Is dat zo'n stoel? Oké, eens even kijken. Gezondheidszetel, waar staat deze? Het is gewoon een stoel. Het is gewoon letterlijk alleen een stoel. Oh my god. Nou ja, die zetten we dan hier gewoon midden in de dokterskamer. Kijk, tadaa, zo'n stoel. Wauw, oké. In ieder geval, nu wij deze 2 promoties hebben behaald met Renske en met Pinky, vind ik het best mooi tijd om af te sluiten. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een geinige video? Beloon het dan met een duimpje omhoog en dan zie ik je graag terug bij de volgende Sims aflevering. Doei doei!